Jesus! Oh! Okay. I'm dying with fucking examens. Bas heeft een nieuwe hobby gevonden. Mensen schoppen en slaan. Het ziet er zo retarded uit. Sam gaat voor die Jurassic Park arcade mission. Shoot them dinosaurs, man. Oh, hij haat hard, man. Spinnen. What the fuck, heb nu ineens een winterkanon? Oké. Okay. Ik ben frozen. Goed. Ja, straks mij heel kwart spelen. Mama. GG. Nee! Balletjes vangen. Fuck that snel. What the fuck? Ah ja ja ja. Het is duidelijk hebben ze wel. Ja ja ja. Ik zie het. Sam is een beetje geraged. Waarom, Sam? Weer in de pannen. Nou bro. De poort daar is toe. De poort daar is ook toe. En de poort daar is ook toe. Het is ook gewoon de vegetation die daar gewoon groeit. De homie Duarte is aangekomen. Dat is een schande, dat moet nog altijd Gert zijn. Ja, inderdaad. Jij probeert mij te vertellen, Johan, dat FC De Kampioen eigendom is van Studio 100. En hier stond zonder dat ik het wist. Blijkbaar wel, want waarom zou het hier staan dan? Dit is even. Rest in peace, man. Buiten! Duarte was super excited om in het bos van Plop te gaan. Oh, fuck ja. Dit is ook waarschijnlijk het langste dat we gaan moeten wachten vandaag. Maar liefst 10 minuten. Oh, wacht. Ben jij zeker dat jij 1,20 meter bent, man? Kut. Welkom in het bos van Plop. Duarte is heel amazed. Prepare voor de meest epische drugstrip ooit. Dat is basically een fever dream. Ja, inderdaad. Walter de Donder hemzelf. Marie staat in de schaduw van Gert. Dat betekent dat Gert belangrijker is. Gert heeft geld, Marie niet. Ja, Marie profiteert gewoon van Gert's geld. Hè. Ja, Walter de Donder. Imagine een julienje eten en hierin zitten. Duarte wil een leuk verhaaltje vertellen. Allee, Duarte. Veel plezier, jongen. Waar sta je auto? Oké. Okay. Daar staat hij. Hey. Daar sta je auto. Oké, okay, let's go. Oh, fuck. 3, 2, 1. Jurize! Johnny's head!
Dorte, jouw opinie over de buurtpolitie. Oh, echte man. Verhalen. Dit is echt gewoon zo afgerupt van Kars eigenlijk. Hè? Je moeder is een god. Anubis is een god, toch? Ja. Volgende toestellen en andere losse objecten strengst te worden in de attractie. Het is niet los, hè? Dorte, embrace yourself. Je gaat zo super glad langs. 90 kilometer, valt mee. Oké. Okay. Johnny Sand! Oké! Fucking hell! Johnny Sand! Fuck yeah! Woo! Haha, we kunnen dat nog een keer doen. Oké, dat is goed. Ja. Oké, barrel roll. Woo! Thank you. Woo! Woo! Laat maar. Ik vind het ook wel mooi. Johnny Zet! Johnny Zet! Fuck this car. Johnny Sand! Normaal is het allemaal opgevuld met water, hè? Maar nu ziet dat er zo fucking lelijk uit omdat het water er niet in zit. Vanavond in de business class ga ik dat zo vertellen. De buurtpolitie eigenlijk te verhalen. Ja. Kijk, je kunt helemaal omlopen of je kunt hier gewoon ook overkruipen. En Jorens er is. Where is my girlfriend? Johnny Sand. Oh, wauw, je krijgt super veel hangtime hier. Oh, fuck. Oh, dit is een lounge? Nee, dat is niet de lounge. Yeah. Tuurlijk wel. Dat is een knaller, hè, Dwart, hè? Ja. Maar het leuke is dat je hier je oriëntatie kwijt bent. Vind je leuker? Dit was nice. XXL burger. Even groot als uw ego. Brace voor impact. De heks op is vliegen, hè. Oh, dus ja, fuck, ja. Ik zei het toch? Ja, ik denk dat ik snap waarom dat dit een kok- en baltoortje is. Zijn die ballen al gecrushed? Nee, nog niet, wat gaat komen. Ik voel je wel in mijn maai eigenlijk. Ja. Rockers World, Rockers World. Johnny Zan! Oké, okay, nachtwachtflyer. Oeps, un peu trop de vent. Je ne parle pas français. School aan de stroom. Dit is gewoon een school. Meneer. Ik ga dat naar sturen. Hashtag like me heeft die duimpjes omhoog. Ik denk jullie allemaal een sanctie te geven. Oh, really? Oh. Het klinkt als campus. Die directeur geeft ons een achtbaan, really? Ja, maar wacht, ik was nog niet klaar, hè. Slap, die jeugd van tegenwoordig, hè. Ja, die jeugd van tegenwoordig, hè. Ah, oh, mijn god. Die dingen zitten in uw gat. Dwarty is enjoying his life. Doei, Dwarte. Oké, mensen, bedankt voor het kijken naar deze eerste video van 2024. Ik ga nu tot de volgende examenperiode zoveel mogelijk proberen uploaden.